Het ministerie van Volksgezondheid is bezig te werken aan de digitalisering van de gezondheidszorg. Het ministerie gelooft dat de digitalisering van de gezondheidszorg talloze voordelen biedt die de kwaliteit en efficiëntie aanzienlijk kunnen verbeteren. Minister Ammar Ramadien van Volksgezondheid vertelt dat het digitaliseren van de gezondheidszorg inhoudt dat patiënten online hun afspraken zullen kunnen maken. Dit systeem zal de lange wachttijden moeten verhelpen. Je zult niet 4, 5 uren meer wachten voor een gesprek bij de arts, maar u kunt gepland gaan, hooguit een kwartier, half uurtje met alles opgeteld. En uiteraard zullen er mogelijkheden moeten zijn dat mensen met een kind met koorts of oorpijn plotseling ook de poli bezoeken, dat er daar ook rekening mee gehouden moet worden. Dus dat is het wat de samenleving zal gaan ervaren. Minder volle wachtzalen, precies pinpoint afspraken. En daar zal ieder een bijdrage aan moeten leveren. We zien dat ook in hele grote delen van de wereld, dat patiënten eigenlijk hun medische data, hun medische informatie via een app kunnen benaderen. Ze willen even weten van, oké, ik ben hier bij een arts en die wil weten wanneer ik voor het laatst ben geweest naar een longarts of naar het laboratorium. En dan kan je ook de toegang hebben tot zo'n app met natuurlijk vertrouwelijke informatie. Wij vinden dat de patiënt eigenaar is van hun eigen medische gegevens. Het ministerie gelooft dat de overgang naar een gedigitaliseerde gezondheidszorg aanzienlijke voordelen voor zowel de zorgverlener als patiënten belooft. Dit systeem zal een patiëntgericht systeem moeten worden. Ik garandeer als minister van Volksgezondheid dat wij zeer dedicated, zeer gemotiveerd en committed zijn om het IS4H project volledig te laten uitvoeren. En ongeacht wat wij tegenkomen, we zullen doorgaan deze uitdaging. En we zullen met deze uitdaging, we zullen dit niet uit de weg gaan. Ik wil alvast de samenleving feliciteren met het IS4H project, met de digitalisering van de sector. Want na 5 tot 10 jaren zullen we zien wat de voordelen zijn voor u, voor de zorgwerkers, maar ook voor de overheid. Het Information Systems for Health is een project dat door het ministerie van Volksgezondheid wordt uitgevoerd. Dit systeem is ontworpen om gezondheidszorg in Suriname te moderniseren en efficiënter te maken door middel van digitale technologieën. Het project zal plaatsvinden in een strikt wettelijk kader om de privacy en veiligheid van patiëntgegevens te waarborgen.